ABO-parlementariër Edward Belfort en Aziz Kumar Gayadin van de VHP hebben vandaag in de Nationale Assemblée de regering om duidelijkheid gevraagd over een rekening van het Openbaar Ministerie bij de Centrale Bank van Suriname. Op agenda van de vergadering stond de behandeling van de wet toezicht geldtransactiekantoren. Op de desbetreffende rekening heeft de procureur-generaal Roy Bainat Pandey gelden gestort. Zowel Belfort als Gayadin vroegen naar de oorsprong van deze middelen. De procureur-generaal in minder dan een maand tijd met pensioen zal afzwaaien, voorzitter. Waarom ik deze vraag ga stellen? Omdat justitie en de regering verlegen zit met financiële middelen. En daar zijn miljoenen SRD, euro's, dollar op een rekening. Op de naam van de PG bij de centrale bank. Kan de regering het parlement heel spoedig een overzicht geven van alle tegoeden, alle instortingen bij de centrale bank, zodat wij een besluit kunnen nemen om de regering te helpen in het ministerie van Justitie en Politie, die verlegen zit met financiële middelen, brandstof moet aangekocht worden voor politie, brandweer enzovoorts. Als wij overzicht hebben van de middelen, kunnen wij dan een besluit nemen waar de regering tegemoet kan komen, voorzitter? Ja, ik ben blij met de beantwoording van de vicepresident, voorzitter. Omdat de vicepresident beantwoordt een vraag met betrekking tot gelden die gestort zijn en waarover de procureur-generaal, laten we zeggen het Openbaar Ministerie, over beschikt. Praat de vicepresident in dit geval ook, of is dat apart, wat gelden dat gestort worden op basis van boetes vanuit de politie? Omdat ik begrepen heb dat er om een aparte pot gaat, kan er duidelijkheid daarover alleen gegeven worden, voorzitter? Vicepresident Ronnie Brunswijk beantwoordde de vragen meteen. Hij zei dat de PG in het kader van transparantie een overzicht heeft gegeven van de geïnde middelen. Een aantal geldmiddelen, geld gestort bij de centrale bank onder een bepaalde code. Geld uit boetes, wanneer mensen gearresteerd worden en geld worden in beslag genomen. En dan wordt die op de rekening gestort. Er is al een gesprek hier met de procureur-generaal geweest en heeft die overzicht ook gegeven. En ik zal dat dan later toekomen aan het parlement. Voorzitter, het gaat over een aparte pot. En je hebt een pot van de PG zelf, waar de overheid geld voor ze storten, dat kunnen ze gebruiken. Maar in ieder geval, wanneer het gaat over boete en al die gelden die in beslag zijn genomen, die wordt dan gestort op een rekening bij de centrale bank. En daarvoor heeft hij ons een overzicht gegeven. Dat was vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag in het parlement. De procureur-generaal gaat in minder dan een maand met pensioen.